dit dan bijvoorbeeld? Er staat max 8 personen. Ja, Max. Ja, ik ken natuurlijk een gewone naam wezen. Ja. Maar ja, Max is natuurlijk max 8. Wat betekent dat dan? Max is dat dan zo'n aantal naar binnen mogen. Ja. We weten dat mensen die moeite hebben met lezen en schrijven, dat ze vaker kampen met chronische ziektes. En we weten dat mensen met chronische ziektes vatbaarder zijn voor het coronavirus. Dus vooral voor deze groep is het belangrijk dat de informatie over het virus en over de maatregelen zo begrijpelijk mogelijk is, zodat zij zichzelf goed kunnen beschermen. Wij werken als VAROS aan het terugdringen van gezondheidsverschillen. En dat doen we onder andere door informatiemateriaal te vereenvoudigen. We testen het materiaal samen met taalambassadeurs. En dat zijn mensen die in het verleden laaggeletterd zijn geweest, of het soms nog steeds zijn. Dus adviseren betekent dan advies of nou... Ja, in mijn hoofd weet ik het, maar dan vind ik het weer moeilijk om te zeggen. Maar ik weet wel wat het betekent. Maar ik denk dat ook heel veel mensen het moeilijk vinden. Dus dan, advies geven ze dan eigenlijk. Als je kijkt naar de coronacrisis, zien we dat de informatie soms nog te ingewikkeld is. We weten dat woorden vaak letterlijk worden genomen. Dus als ze dan een woord zien zoals maatregel, dan gaan ze het ontleden. Dan heb je maat, het woord maat, en regel. Maat, gaat het dan om een kledingmaat? Waar gaat het over? En regels, regels is belangrijk, maar waarom staat er maat voor? Dus dat kan dan al leiden tot verwarring, zelfs voordat ze de maatregelen gaan lezen. Kijk, oorpijn, dat kan nog wel. Yeah. Maar een uitwendige gehoorgang, dat is super ingewikkeld. Wij werken ook samen met zorgverleners, waaronder huisartsen. Zij zijn eigenlijk het eerste aanspreekpunt van deze mensen, waardoor zij vroeg verdere problemen kunnen voorkomen. Ja, je hebt er wel dagelijks mee te maken. Als huisarts wil je heel graag dat iemand de informatie natuurlijk goed begrijpt en dat iemand het beleid en de behandeling opvolgt, ja, om iemand dan beter te maken. Ja. En het is, je ziet soms dat het lastig is. Dat je toch mensen soms vragend ziet kijken of meerdere keren hetzelfde vragen. Dus dan moet je er wat mee. En je wil er ook graag wat mee. Want de zorg die je eigenlijk wilt verlenen, die komt niet altijd aan. En ze durven ook niet vragen te stellen. Ik denk dat ze ook heel vaak bang zijn dat dan als ze vragen stellen, dat ze een hele moeilijke antwoord krijgen. En dat ze dan niet weten wat diegene dan zegt. En dan niet durft te zeggen van, ik begrijp niet wat je zegt. Dus die laten dat dan gewoon zitten en dan, dan worden ze eerder ziek of ze blijven ziek. En mensen overlijden ook eerder. Ik ben me daar toen wel vanzelf meer in gaan verdiepen. Ja. Hoe kan ik dat nou anders doen? En ik zou adviseren om toch te proberen wat meer tijd te nemen voor die patiënt. Wat makkelijkere bewoordingen te gebruiken. Mm-hmm. En gebruik te maken van bijvoorbeeld plaatjes. Dus plaatjes te laten zien of dat nou is dat je die tekent of dat je ze op een website laat zien. En aan de hand daarvan klachten en aandoeningen te kunnen uitleggen. Brieven moeten ook duidelijk en niet te lang. Ingekort. De belangrijke dingen dik gedrukt en waar het misschien over gaat, net als wat hier eigenlijk staat over geldige legitimatiebewijs, dat je je paspoort, identiteitskaart of rijbewijs mee moet nemen, maar dat het dan onder elkaar wordt gezet. Als jij je informatie zo opschrijft dat hoogopgeleiden het makkelijk begrijpen, maar dat mensen die moeite hebben met de taal het niet goed genoeg begrijpen, dan maak je dat verschil gewoon groter, dan benadruk je dat bijna. Terwijl als jij informatie begrijpelijk maakt, dan begrijpt iedereen het. Ook de hoogopgeleide. En ja, vaak gaat de voorkeur ook naar gewoon begrijpelijke, eenvoudige informatie. Hygiënisch vinden ze ook wel moeilijk. En dan, ja, het liefst zou ik zeggen van joehoe, waarom is dat nou zo moeilijk? Waarom ken je het gewoon niet? Kijk, dat ze vertellen met hunzelf al die moeilijke woorden, geen punt. Maar als je het gewoon gaat versturen naar de mensen, waarom ken je het gewoon niet wat iets gemakkelijk neergezet worden? Van dat we het allemaal gewoon leuk kunnen begrijpen.